En dit is wat we hebben gehad gisteravond. Welkom. Hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Ik ben er weer. Net van de gym. En het is nu 10:30. Ik vind dat ik het netjes gedaan heb. Om 9 uur was ik hier. Ongeveer. Ergens rond die koers. Dus ik vind dat ik het netjes gedaan heb. Gisteravond. Wat jullie net gezien hebben was Juliana dag. En we hebben die wedstrijd gespeeld tegen Kruisland. Uiteindelijk is het een gelijk spel geworden. Maar doordat wij gelijk hebben gespeeld en andere punten hebben laten liggen, hoeven wij. We moeten nog een wedstrijd spelen. Maar daar zit geen belang meer bij. In zoverre, we zijn veilig volgend jaar. Gewoon weer vierde divisie. En ja, dat was de doelstelling. En uiteindelijk is dat de doelstelling. De doelstelling was voorheen natuurlijk om over te eindigen. Dat we dit niet hadden hoeven doen. Dat we naar onder hadden moeten kijken. Of hoeven kijken. Om te kijken of dat je kon blijven dit seizoen. Of na dit seizoen. Dus ja, dat was wel even een dingetje. Maar goed, achteraf. Toch gebleven. Yes. En natuurlijk daarna even een feestje gehad. Die stond sowieso al gepland. Laatste competitiewedstrijd bij Juliana is altijd. Wordt altijd de Julianendag omgetoverd tot Julianendag. Dan zijn er wat festiviteiten voor de jeugd. En ja, tot s'avonds doorgetrokken met muziek en alles erop en eraan. Dus dat was prima. Dat was echt prima. En ik had me deze keer laten brengen. En ophalen, dus dat was ook weer lang geleden dat ik na zo'n wedstrijd gewoon eventjes niet hoefde na te denken van god, kan ik het biertje pakken, ja of nee? Nee, dat was gewoon, ik ben niet losgegaan. Maar het was wel leuk en lekker om op die manier weer eens een keer een avond te vieren. Er komen natuurlijk nog wel wat andere avondjes aan. Die dan niet meer met het voetballen zelf te maken hebben, maar wel bij de vereniging. Dus nee, daar komt nog wel wat aan. Maar goed, voor nu was dit echt top. Was goed. Was leuk. Maar ja, dan zit natuurlijk weer die drang in mijn lijf dat ik dan toch die zondagmorgen wel weer wil gaan sporten. Dat zit er dan toch in. Dat is er, ik wil nu zeggen niet eruit te krijgen. Natuurlijk is het wel eruit te krijgen als het straks gewoon echt niet meer kan door welke omstandigheid dan ook. Ja, dan moet het. Maar zolang ik het kan en zolang ik dit vol kan houden, denk ik wel dat het in een bepaald ritme blijft hangen. En er is niks mis mee. Er is niks mis mee. Denk ik zomaar. Proberen we op een of andere manier toch zo fit mogelijk te blijven. En daar moet je wat voor doen. Het gewicht wil alleen nog niet zo. Ja, je kunt natuurlijk meteen gaan zeggen van ja, moet je niet zo'n feestje gaan vieren. En waar je loopt te snacken en zo. Maar goed, het moet wel een keer kunnen. Het moet niet zo zijn dat ik nou echt alles moet gaan laten liggen om dan inderdaad ook maar aan mijn lichaam te moeten werken qua gewicht. Ja, natuurlijk. Je probeert wel op te letten de hele week door. Dat je niet de bont maakt met alles. Maar ja, dat wil niet altijd lukken. Lukken. Dus, dat wordt straks natuurlijk ook een dingetje. Het niet meer naar de voetbal hoeven. Straks. Natuurlijk volgende week nog één wedstrijd. Dat is de allerlaatste wedstrijd, ook op zaterdag. Nu naar uit. Dus dat is. Dan is het echt de allerlaatste wedstrijd. Gisteren was dan zogezegd ook de allerlaatste thuiswedstrijd voor mij. Als verzorger. Tenminste voor dit seizoen. Sowieso. En in principe ook voor het volgende seizoen. Is het dan weer een braadslag van. Zou je wellicht. Mogelijkerwijs een keer als de andere verzorger of de nieuwe verzorger wat het niet zou lukken om dat te doen, zou jij dan een keer willen invallen? Ja,
dat zou ik best wel willen doen. En ik sta er ook open voor. Maar het moet wel, heb ik wel aangegeven, het moet wel op tijd doorgegeven worden. Het kan niet zo zijn dat ik dan in één keer op een vrijdagavond of zo, of zaterdag gebeld werd van God, kun je zondag dit doen. Tenzij wij spreken iets is aan ziek of iets anders, waardoor die niet kan, dan ja, zou ik nog wel die overheen kunnen doen. Maar in de basis, als hij dan niks zegt van ja, God, ik heb een weekendje gepland, ben ik hem vergeten door te geven. Ja, dat is dan jammer. Dat is dan jammer. Dus, maar goed, we zullen wel kijken, we zullen wel zien hoe het gaat lopen en het uiteindelijk gaat worden. Dus ik hou me daarvoor wel aanbevolen. En ik ben benieuwd in hoeverre dat die noodzaak er uiteindelijk is. Dus we wachten af. Nou, we zijn weer thuis. Het zit weer op. Mijn praatje. Dan ga ik weer afsluiten. Dan zou ik zeggen, even duimpje omhoog. En abonneer op dit kanaal. Ik kreeg gisteren natuurlijk de vraag. Want ik had aangegeven dat ik met de beekwedstrijd, dat ik daar die vlog een beetje in elkaar wil flansen. Maar goed, daar gaat natuurlijk best wel wat tijd in zitten. Ik heb natuurlijk niet de hele dag de tijd om daar aan te werken. Maar hij komt eraan. Hij komt eraan. Ik ben over de helft. Dus het gaat goed komen. Gaat goed komen. Ik hoop hem. Het zij deze week, of in ieder geval komende week, er op te zetten. Dus dan hoop ik volgende week zondag, of voor volgende week zondag, hoop ik hem uiteindelijk klaar te krijgen om hem dan erop te gooien. Dus, nog even rustig aanvragen. Komt aan. Ik ga afsluiten. Ik zeg nogmaals, even duimpje omhoog, even abonneren op dit kanaal. Tot de volgende keer. De groeten. Doei!